Yo mens, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live compleet hier op mijn kanaal Jarask Gamer. Vandaag ga ik proberen om dit free-for-all potje op map hardhead te winnen met de AS50 sniper rifle. Ik dacht, weet je, we gooien gewoon weer een keertje een sniper potje ertussendoor. Dus wie weet gaat het lukken, wie weet gaat het niet lukken. De AS50 is een sniper rifle die niet heel veel hitmarks heeft, maar die wel heel dichtbij zoomt, zeg maar. Normaal gesproken heb je snipers die zoomen ver weg, want het is een sniper rifle. Maar deze AS50 die zoomt heel erg dichtbij. Wat het anders maakt, hoe je ermee moet omgaan, zeg maar. Dus ik kan het niet echt precies uitleggen, maar godgloeiende kokosnoten. Ik wou net zeggen, de allereerste kogel die ik schiet is een hitmarker. Dat is echt het meest frustrerend dat je kan krijgen, maar oké. Oké, we hadden de kill gelukkig nog wel. Dat is één pluspunt. Nee, hitmarkers wil je niet krijgen, man. Dat is zo poep altijd. Hitmarkers zijn gewoon pure stront. Daar houden we het op, ja? Ik wou net zeggen, ren je nou serieus voor me weg of niet? Dan maar even op die manier. Ik wist het dat er nog één zat. Ik zat dat te zoeken, man. Ik zat dat te zoeken, die lul. Roep eens de UAV in. Hop. Oké, let's go. Zo. Die andere was ook gedood gegaan, net op tijd. Want anders was ik sowieso dood gegaan. Lekker. Oh, shit. Dank je. Ik weet niet hoe ik die kill nog had, maar dank je wel. Ik weet, die had mijn naam gewoon moeten hebben. Er zit een enemy hier om dat hoekie. Maar ik weet nou niet. Nou, hij rent voor me weg. What the fuck? Weet je, die carepacks is een booby-trapped carepacks voor de mensen die het niet wisten. Dus, mooie headshot. Dus ik laat hem daar expres gewoon lekker liggen. Want, dan hoop ik dat natuurlijk iemand anders hem oppakt. Wat? Waar zat hij? Ah, hij zat beneden. Ik zag hem net niet, man. Ik zag hem net niet. Jammer, vriend. Oh, Claymore. Yep, thank you! Kut camper. Ik zag gewoon een claymore om dat hoekje. Ja, dat kan ik ook niet ruiken, hè. Als ik het wel kon ruiken, dat was handig geweest, maar ja. Het gaat... Oh, shit. Dat gaat helaas niet lukken. En iemand heeft me booby trapped opgepakt. Wow, dankjewel, man. Dankjewel. Voor de gratis kill. We gaan wel lekker eigenlijk, man, met die AS50. Holy shit. Serieus, poep hitmarkers, jongen. Daar ruikt dus echt niet van, hè. Volgens mij houdt niemand van hitmarks met een sniper, maar je hebt sommige snipers, zoals een Dragunov, die krijgen altijd hitmarks. Klaar. Yep. Nee, kom dan! Dankjewel! Hé? Hij stond de hele tijd te twijfelen. Zal ik komen? En uiteindelijk kwam die ook. Maar je hebt sommige snipers die krijgen altijd een hitmark, zoals dus een Dragunov. Je hebt, snipers die krijgen soms een hitmark, zoals de AS50, zoals eigenlijk elke sniper, want geen enkele sniper altijd een one-shot. En je hebt snipers die gewoon onmogelijk zijn om te gebruiken. En ja, dat hoort er ook nog eens bij. Maar deze AS50 die valt onder de sniper die soms eventjes een hitmark kan pakken. Maar ik vind ook dat er wel bij hoort. Sommige mensen zitten al keihard te racen als ze een hitmark krijgen. Maar ten eerste als je een hitmark krijgt, dan komt het waarschijnlijk omdat je natuurlijk niet... Oh, hij schoot op dat tonnetje. Dat komt waarschijnlijk omdat je niet in zijn hoofd hebt geschoten of zo. Dan heb je waarschijnlijk ergens tegengeschoten. Nou, dan is het ook logisch dat je een hitmarker krijgt. En het hoort er ook wel bij dat je met de sniper hitmarkers krijgt. Waarom? Omdat als een sniper nooit een hitmarker zou krijgen, en daar zijn heel veel mensen voor dat dat ook gaat gebeuren, dan worden snipers veel te sterk. Dan kan je na een tijdje gewoon iedereen afknallen met je sniper. En als je geen sniper hebt, dan ben je gewoon de lul. Dan kan je niks meer. Dus ja, ik ben daar echt hard op tegen dat het ooit gaat gebeuren. Maar als je kijkt naar de Face Clan of zo, die wilde natuurlijk wel graag dat het ooit gaat gebeuren, maar ik hoop het sowieso niet. Dat is namelijk echt pure kak als dat gaat gebeuren. Want de snipers zijn sowieso heel erg sterk, want het is één kogel die je raak moet schieten en dan is hij dood. Het is wel moeilijk, maar als je het kan, dan wordt het best wel heel erg snel makkelijk. En ja, ik ben er niet zo goed in. Ik weet alleen dat ik hier moet staan voor de fiets. En ja, als je dan doodgaat, dan haal je die fiets ook niet. Ik heb weer zo'n booby trap, jongens. Wie wil hem deze keer oppakken? Dat vind ik wel leuk namelijk als iemand hem oppakt. Kan ik weer even lachen. Loop je nou weer voor me weg? Zo, die was scheef. Die ook. Die ook, maar oké, ik heb hem. Even hardscopen, dat mag ook wel eens. Hey, pak mijn carepacks op dan. Oh, hier zag je die EMP. Oh, er zit er een links. Serieus, motherfucker die je bent. Een beetje mijn kill... Een beetje mijn kill stealen, hè.
Pak iemand even die booby trap op, jongens. Dan ben ik ook weer blij. Dan heb ik weer een kill. Oh, kut zo. Nu staat hij in my spot. Ik sta nu opeens achter. Wat? Hoe kan ik opeens achter staan? Wie is er opeens op B staan gaan dan? Nee, dat vind ik niet leuk. Ik sta opeens achter, ouwe. Dat is niet de bedoeling. Ik wil wel graag dit potje winnen, jong. Niemand die mijn carepacks oppakt. Wat is dit nou? Nu ga ik nog verliezen ook. Niemand die mijn carepacks oppakt, jongens. Dat is mijn kans. Ha! Bitch! Deze keer had ik jou, lul. Zo, ik moest hem even terug kill sturen. Ah, oh, lekkere span, Call of Duty, dankjewel. Maar nu heb ik nog verloren ook dus. Dat komt, daar komt het op neer. Ik weet niet hoe ik dit nog kan gewinnen, maar... Zo, vieze lul. Maar ik denk dat ik dit niet meer kan winnen. Oh, er komt nog een stealth bomber aan ook. Oké, daar heeft hij sowieso gewonnen. Ja, en zijn race quit ook. Yep, we hebben verloren. Hij is op 29 kills en moet naar de 30 toe. Dus we hebben alsnog verloren. Maar we hebben wel gewoon, ja, we hebben lekker gespeeld. En die stealth bomber gaat nu mis door die host migration. Oh, dat vind ik briljant. Nu is die... Oh my god. Hoe kan hij mij wel knijven? Hoe kan hij mij wel knijven, man? Deze vent had gewonnen. Die had na een tijdje mijn spot overgenomen in het midden, man. Waar ik eerst stond. Nou ja, het zal wel. Het zal wel. We hebben nog verloren ook. Die stealth bomber was wel misgegaan door de host migration. Dat vond ik wel van lachen. Mijn stealth bomber had volgens mij helemaal niks gekild. Dus ik ben heel goed met die dingen. Ik gebruik ze ook helemaal nooit. Maar we hebben gewoon een lekker spotje kunnen snipen. We hebben niet gewonnen. Maar ja, shit happens. Ik kan het nog wel een keer proberen met de AS50. Maar ik vond het wel weer een keertje leuk om gewoon even te spelen met de AS50. Dus als je het nou hebt genoten, mensen, ram dan natuurlijk sowieso kaart op de like. Dan mocht je nou meer gewoon random video's tussendoor willen zien. Laat mij dat natuurlijk weten door middel van duimpje omhoog. En ik hoop jullie ook weer te zien bij een andere video. Bye bye, mensen.